bent hier thuis. Wees ook blij dat je hier kan zijn. Je krijgt lof van iedereen. Kampioenen op één been. Je bent hier thuis. Ook hier is een betere plek voor jou. Maar tactisch past alles in elkaar. Dus blijf gewoon nog even staan. Jawel, Philippe Clement, wat scheelt er? Alejandro, hè. Ja, dat blijft maar duren. Allee, wat moet ik niet doen, hè? Ik Varsen op het middenveld zetten? Nee, dat gaat niet. Ah, jongens toch. Sluit jij af? Ja. Coach? Alejandro? Je had mij gevraagd. Alejandro, we moeten praten. Coach, no. Alejandro, wat is er? Ik wil vertrekken, coach. Ik wil naar die MLS. Naar Amerika. Waarom? We hebben het hier toch goed samen? Jij belooft dat je zou blijven. Je hebt godverdomme een contract getekend. Ik kan het niet vertellen, coach. Het is een groot geheim. Alejandro, je kan me alles vertellen. No. Ik moet naar Amerika, coach. Voor mijzelf. Tom Alejandro! Dokter. Dag. U kan ervoor zorgen dat mijn cliënt Alejandro krijgt wat hij wil? Yes. Maar het is niet zonder risico's. De operatie moet in Amerika gebeuren. But, ik moet eerlijk zijn. Het is mijn medische opinion dat Alejandro beter het seizoen uitspeelt bij Genk. Ze kunnen het kampioenschap winnen. With him on board. Pocket kampioenschap. Ik wil wat Alejandro wil. En we weten allemaal wat dat is. Money toch, hè? Ja. Ja, geld, hè? Ja. Ja, veel geld. Ja, ja, ja. Mama, papa, ik moet jullie iets vertellen. Ik voel me niet meer goed in mijn eigen lichaam. Mama, no. Ik zit vast in het lichaam van een rijke voetballer. Het kan zo niet meer verder, Roos. Ik ga naar Amerika. Om mij te laten ombouwen. Tot stinkend rijke voetballer. Dokter, ik heb last van transferkoorts. Alejandro, waar ben je? Die vuile transvergender. Alejandro, please. Samen zijn wij toch de perfecte match. Oh shit, dat is mijn kantoor niet.